En kijkers, welkom bij Coffee Break, het programma waar wij een pauze nemen en een babbeltje maken onder genot van een kopje koffie met interessante vrouwen. Nou, dit programma komt tot u met de complimenten van Mico en Puro Koffie. Vandaag zit ik dus in Daily Cuisine Puur aan de Johannes Mungastraat en ik heb een Coffee Break met Chantal Rijker. Chantal, welkom. Dankjewel. Dankjewel, ik moet jou bedanken. Dus eigenlijk heb jij tijd voor mij gemaakt om een kopje koffie samen met jou te drinken. Ja, voor koffie kan ik altijd wel een tijdje vrijmaken. Ja? Ja. Hoe graag drink jij koffie? Ik heb het nodig om wakker te worden. Zo, dus Eigenlijk begin je dag met een kopje koffie. Absoluut. Nou, dat is, super. Drink je koffie met suiker, zonder suiker? Eigenlijk drink ik het de hele dag zwart. Ja. Maar als ik een cappuccino neem zoals nu, dan zet ik er wel een beetje suiker in. Oké. Ik drink 's morgens inderdaad mijn kopje koffie zonder suiker. Maar door de dag heen vind ik zoet wel lekker in mijn koffie. Nou, wij gaan genieten van cappuccino. Yes. En daarna gaan we praten over wie Chantal Rijker is. Wie is Chantal Rijker? Wat doe jij? Wie ik ben? Nou, ik ben een bezige bij, om het zo te noemen. Ik ben met van alles bezig. Ik heb mijn eigen productiebedrijf. Ja. Chakel Productions. En, afgeleid van je naam? Afgeleid van mijn naam. Ja, mijn twee namen, Chantal Rakel. Oké. Dus, en waarom? Vanwaar het idee? Om te beginnen met je eigen productiebedrijf? Ik ben eigenlijk erin gerold in het wereldje. Ik heb het jaren naast mijn vaste baan gedaan. Ja. En op een gegeven moment had ik toch wel zoiets van, dit is wel het leukste wat ik doe. En daar geniet je eigenlijk van. Geniet ervan. Ja. En ik heb geleerd om alleen maar te doen wat je leuk vindt. En omdat ik nu doe wat ik leuk vind, heb ik gezegd van, nou, wat ik minder leuk vond, dat heb ik gewoon gestopt. Ik ben gewoon een dag echt opgestaan en toen had ik zoiets van, het is mooi geweest. Ik heb mijn ontslag ingediend en ik ben begonnen. Ja, van waar die motivatie? Heb je eigenlijk een motivatie gekregen? Heeft je geïnspireerd? Ja, ik heb motivatie gehad van vrienden. Mm-hmm. Die op een gegeven moment zagen van, hey, ze is toch niet zo gelukkig. Ze gaat met, sowieso stond ik op en ik ging met 10 kilo links en rechts ging ik werken. En vrienden hebben me aangespoord van, maar je kan het, dus ik wil het gewoon doen. Ja? En ik ben eigenlijk iemand van zekerheid. En ik was bang voor de onzekerheid, maar ik mag niet klagen. Ik heb vanaf de dag dat ik heb gezegd, ik stop. Ja. Heb ik automatisch een businesspartner gevonden. Ja. Waarmee we twee bedrijven, maar we werken gewoon altijd samen. En wie is je businesspartner? Dino Kappel. Oh, bekende Dino Kappel. Ja. Oké. Heb jij daarna gelijk een verandering gemerkt aan jezelf? Heb ik het over mentaal, lichamelijk? Ja, heb je dat gelijk opgemerkt? Ik heb het gelijk opgemerkt. Want je kan je eigen dag indelen eigenlijk overal. Los van het feit dat als je echt een productie hebt, dan moet je wel houden aan de tijden. Maar en omdat het gewoon leuk is wat je doet. Dus je gaat niet met een chagrijnig gezicht naar het werk. Oké. Ja, dus ik merkte wel dat ik wat meer plezier heb in mijn werk en in wat ik doe. Oké, doe jij alleen producties op het gebied van theater en voor evenementen of is het breder? Nee, we zijn heel breed. We zijn eigenlijk uitvoerende producenten. We doen nog niet onze eigen producties. Maar jullie willen wel daar naartoe werken. We wel doen. Super. En wij zijn wel van het samenwerken. Maar goed, we zijn heel breed. We doen theaterproducties. We doen, en dat ook samen met een ander productiebedrijf. We doen evenementen, we doen shows, we doen film. We kunnen ook meewerken aan een film. We zijn producenten van films. We zijn fixers, we zijn lijnproducenten. Wauw. Dus in principe heb je wel tijd voor jezelf? Weinig, maar ik maak er wel tijd voor. En wat doe je dan? Wat doe je dan? Meestal, kijk, doordat ik altijd met veel mensen bezig ben, dus altijd met drukte, dan hou ik ervan om gewoon thuis, 's avonds op de bank met een glaasje wijn. Of super. Te gaan uit eten met vrienden. Dat stukje van echt naar de disco gaan, dat heb ik gehad. Dat was heel lang terug. Been there, done that. Been there, done that. Ik heb alles gezien. Dus ik hou echt van gewoon in de rust, omdat we altijd met veel mensen bezig zijn. Oké, waar begin jij met je werkzaamheden? Hoe begint eigenlijk je productieleven? Het begint met de opdracht die binnenkomt. Mm-hmm. Je krijgt de opdracht binnen en dan begin ik alvast na te denken, vind ik het leuk?
kan ik het. Oh, want wat dat betreft ben ik wel heel eerlijk. Als ik iets niet kan, dan ga ik het ook niet aannemen. Ik ben niet bang voor uitdagingen. Nou, kan ik het? Nou, dan gaan we eigenlijk kijken van oké, wat hebben we allemaal nodig? En dan gaan we het uitwerken. En van het uitwerken komen we afspraken maken, draaiboeken maken, mensen benaderen, leveranciers benaderen, artiesten benaderen. En dan is het opzetten. Dit is geen planning van een dag voor het event, hè? Nee, absoluut niet. Hoe lang begin je met de voorbereidingen? Het verschilt per evenement. Ik bedoel, als we praten over een theaterstuk, dan ben je toch wel 3 maanden bezig van tevoren, zeker. Maar dat zijn wij omdat wij uitvoerend zijn. Een theater doen we meestal in samenwerking met Anne Hermelijn. Maar dan heeft zij dat ander voorwerk al gedaan. Ja. En zijn financiën zoeken, acteurs benaderen. Maar het uitvoerend gedeelte, echt het productiegedeelte, dat doen wij dan 3 maanden van tevoren. Dus je hebt wel eigenlijk je eigen schema. Met andere woorden, stel het gaat om waarvoor je de productie moet doen. Ja. Waarvoor je ingehuurd wordt. Waarvoor we ingehuurd worden. Wat heb jij het liefst? Dat je het mensen rekening houdt dat ze een maand van tevoren je contacten. Of zeg je als het al is het een week van tevoren, dan kijk ik als ik het nog waar kan maken voor de opdrachtgever. Dat gebeurt wel eens. Gebeurt wel eens. En als het niet een moeilijke opdracht is en we weten van we hebben tijd ervoor en het is voor ons een fluitje van een cent, dan doen we het, maar het liefst wel ietsje langer. Okay. We kunnen wel een beetje toveren. Ja, hè? Maar dan ben je wel echt. Dan ben je all hands on deck en dan werk je ook van 6 uur 's morgens tot laat in de avond. Rust je dan? Hoe rust je dan? Neem je een break? Dan drink ik koffie. Vandaar onze koffiebreak. Ja, helemaal. Dan drink ik koffie. Oké, heb je ooit aan sport gedaan? Ja. Dat wist ik wel. Oké, wat is gebeurd? Ik heb jaren getraind, elke dag getraind en ik danste ook nog eens salsa, echt elke dag. Toen begon ik bij een telecombedrijf te werken en daar ging het wat mis eigenlijk met de wisseldiensten. Het was een nieuw bedrijf, nieuw in Suriname. En dus ja, het was daar ook all hands on deck. Dus toen heeft het er een beetje bij ingeschoten. Ook het dans heb ik toegelaten. En ik heb het wel verschillende malen opgepakt hoor. En dan begin je weer fulltime te trainen in de gym of rennen. Ik weet dat tante nu gaat kijken en me gaat uitschelden. Tante omdat ik en het is niet mijn tante, maar zo noemen we het. Omdat ik heel enthousiast ben begonnen met het rennen. Een paar maanden terug. En ik heb het, of een jaar terug bijna. En ik ben nu een paar maanden gestopt. Ja. En dat heeft echt te maken met het werk. Mis je het? Ja. Okay. Ik zit in de appgroep en ik volg alle apps en dan zie ik de kilometers die ze maken en dan denk ik, oh my god, hoe ga ik dit inhalen? Maar wil je wel? Wil je het wel ik weer oppakken? Ik wil het weer oppakken. Ja. Maar het heeft echt gewoon te maken met de tijden. Als ze trainen, dan heb ik meestal een opdracht. Ja, en eigenlijk is het niet aan tijd gebonden, hè? Het is niet aan tijd gebonden. Ik kan het ook zelf, maar het is wel fijner als je iemand hebt die je er doorheen trekt. Ja, oké. Okay. Nou Chantal, wat wil jij nog meer doen? Wat wil ik nog meer doen? Ja. Ik wil sowieso meer films gaan doen. Mm-hmm. De uitdaging zit hem eigenlijk in waar. Dus misschien op projectbasis toch naar het buitenland gaan, maar niet om te wonen. Wil je dus nog je gaan specialiseren daarin? Of, Specialiseren denk ik dat ik daar een beetje te oud voor ben. Mm-hmm. Maar wel gewoon ervaring op doen. En als ik mee kan lopen met een film of een andere productie in het buitenland, gewoon die ervaring. Dus je staat eigenlijk open daarvoor? Ik sta zeker open daarvoor. Ik heb recent nog met een Nederlandse filmploeg een documentaire hier mogen doen als fixer. Yeah. En dan zie je toch wel, het kan anders. Het werkt anders. Ze zijn professioneler. Het is gewoon leuk om het te doen. Dus dat is wel wat ik wil doen, wat ik nog wil. En mijn bedrijf, eigenlijk, we noemen het Chakel Kappel, Kappel Chakel, groter maken. Waarbij we eigenlijk gewoon kunnen zitten in de office, opdrachten aannemen, het uitzetten en dat mensen voor ons werken. Oké, ups en downs, hoe ga jij daar nu om? In principe, kijk, de ups. Daar denken we bij onszelf. Ja, juppie, ik heb geluk gehad. Ja, ja toch? Ja, daar kom je er makkelijker vanaf. Ja. Maar hoe ga jij om met de downs als vrouw in deze business? De downs, soms, het verschilt. Het verschilt van het moment. Soms denk ik ook van het is een moment en we komen er wel weer bovenop. Ja.
Nu ben ik ook gewoon een mens van vlees en bloed. En mensen denken vaak, ze is groot en ze is sterk. Maar, ze is groot en sterk, maar af en toe, af en toe ben ik toch wel, heb ik wel een heel klein hartje. Mm-hmm. Maar dan heb ik daar weer de mensen om me heen die me er doorheen trekken. Maar downs zijn er. Maar eigenlijk moet je het positief zien. En sommige dingen zie je als een leermoment. Oké, okay, je mag even... Mag ik een slokje een koffie nemen? Een slokje nemen van ja, je koffie, dat doe ik dat ook. Heel want, graag. Onze break is zo so om. Ja. Oké, okay, Chantal, ik heb vaker met jou gewerkt. Ja. En als het gaat om gestructureerd werken, de regels, de tijd. Geloof me, maak je grap, je komt er niet onderuit. Ja. 8 uur is 8 uur en voor Chantal? Geen 1 ja. over 8. Nee, dat werkt niet. Waarom? Waarom is dat zo belangrijk? Omdat je respect moet hebben voor iedereen die wel op tijd is. Klopt, inderdaad. En, want je hebt mensen die wel op tijd kunnen zijn. En waarom ga je laat beginnen als het niet hoeft? Mm-hmm. De meeste mensen hebben er geen legale of legitieme reden voor. En dat is het gewoon omdat ze gewoon laat zijn. Van okay. nature. Maar ik vind als driekwart van de crew of driekwart van de mensen wel op tijd zijn. Of als je publiek hebt bijvoorbeeld. Waarom moeten de mensen die er om 7 uur zitten wachten op de mensen die vinden dat ze om 8:30 moeten komen? Klopt. Helemaal eens. Dus vandaar. Oké, koffie is zeer belangrijk voor jou door de dag heen. Ja. Wat voor koffie drink je graag? Ja, ik kan het merk niet noemen. Nee, maar hoe drink je hem? Hoe ik het drink? Gewoon zwart. Gewoon zwarte gewoon koffie? Zwart, ja. Oké, maar door de dag heen kan je wel variëren? Door de dag heen kan ik variëren. Als ik thuis ben is het gewoon zwarte koffie. Het liefst een beetje sterk. En als ik een keer op een andere locatie werk, soms zit ik ook gewoon hier te werken, dan drink ik wel een cappuccino. Ik heb het gevoel alsof koffie even belangrijk voor jou is als een draaiboek. Is dat zo? Ik heb het nooit zo vergeleken, maar misschien ja, nog. Ik denk het wel. Ja, misschien wel. Ja, toch? Ja, ik kan meerdere kopjes drinken per dag. En trouwens, jij weet het, je ja, ziet me vaak. En jij werkt niet zonder een draaiboek? Nee. Is dat je houvast? Mijn houvast, ja. Omdat iedereen dat voor iedereen duidelijk is wat er verwacht wordt en wanneer er wat gedaan moet worden. Okay. Kijk, in principe kan ik zelf, voor mezelf kan ik ook wel zonder een draaiboek werken. Maar als ik het heb opgezet, dan weet ik wat er volgt. Maar de rest weet dat niet. En het is wel belangrijk dat iedereen weet wanneer er wat gedaan moet worden. Nou, dan heb je dat gehoord van Chantal. Ik vind het altijd super fijn om met Chantal te werken. Omdat je weet waar je aan toe bent. Ik zeg dat jou vandaag. En ik hoop dat we vaker in de toekomst weer samen zullen werken. Onze koffiebreak, ja, die zit erop. Ja, we moeten verder. Ik wil graag meer verhalen van jou horen, want die zijn interessant. Ja. Maar we moeten verder. En ik weet, jij en koffie, jullie zijn eigenlijk net 2 handen op 1 buik. Absoluut. Daarom mag jij van ons... Met de complimenten van Puro, zo'n koffiebeker. Dus je hebt altijd je koffie bij de hand met zo'n beker. Zeker. Ja? Dat gaat, absoluut. Ik neem ook mijn koffie mee als ik op een productie ben. Dus die gaat hierin. Daar heb je hem. Nou Chantal, bedankt Dankjewel. Voor je tijd. Bedankt dat je dus een bijdrage hebt geleverd aan onze koffiebreak. En wij gaan wel lekker doordrinken. Ja. Maar onze koffiebreak, die moeten we dus nu afsluiten. En tot de volgende aflevering. Bye bye.